kijken naar deze gloednieuwe video. Mijn naam is Zea. Mijn naam is Annika. En vandaag hebben we weer de vlog voor jullie. Ja, maar voordat we verder gaan, druk even op die abonneerknop. En knal vast het blauwe duimpje omhoog. Ja. Dan zijn wij weer blij. En laat natuurlijk een leuke reactie achter in de comments. Want dat vinden we altijd heel erg leuk, toch? Ja, en nu hoef ik gewoon niks meer te zeggen. Mijn moeder gaat gewoon alles zeggen. Nee, zo doen wij dat gewoon niet. Hoppa. Maar vandaag gaan we waarschijnlijk met Joep naar het park om te kijken of het ijs dik genoeg is. Ja, maar voorlopig liggen we lekker nog even in bed stinken. Ik heb het gisteren helemaal niet verteld volgens mij, maar gisteren zijn die twee jongens die bij, die vlak hierbij wonen. En die zijn door het ijs gezakt en gelukkig niet helemaal, maar gewoon echt helemaal tot hier waren ze kletsnat en ik piste bijna aan mijn broek omdat je hebt ze eigenlijk gewoon uitgelachen? Ja. Dat is best wel heel gemeen. Iedereen, er waren echt met een groep die zat allemaal te kijken en één jongen zei ja, het ijs was echt niet dik, het was maar zo dik of zo. Zei, ja, ga staan met z'n tweeën staan. Dan gingen we staan en het ijs ook gelijk door. Zijn jullie wel eens door het ijs heen gezakt? Laat het hier beneden eens even weten. En houden jullie van schaatsen en ijs of juist helemaal niet? Of durven jullie niet op het ijs? Ja. Of, ik vraag me dat wel af, weet je. Ik vind het altijd zelf. Ik vertrouw natuurijs nooit zo. Ik ben altijd bang dat ik er doorheen zak. Maar kijk, stel er zakt één door. Kunnen jullie wel lachen? Het zou voor de vlog wel grappig zijn, man. Ja, het ziet er gewoon heel stom uit. Toen ik nog zoveel dikker was, vond ik het nog veel enger. Want dan dacht ik van, ja, weet je, ik weeg zo zwaar. En dadelijk knal ik er doorheen. Ja, slaat nergens op. Want als je er doorheen zakt, zak je er toch doorheen. Kijk. Ongeacht wat je weegt, denk ik. Maar toen vond ik het nog wel veel enger eigenlijk. Weet je wat het is? Dus, kijk, ik vind schaatsen wel leuk, maar ik kan het niet. Dat is het probleem. Ja, ik kan het wel. Ik kan het op zich wel. Maar wij hebben van die hypermobiele enkels. Dus die gaan iedere keer zo. En dan moet met je zoveel corrigeren, dan krijg ik krijg altijd heel veel pijn in mijn enkels ervan. Ja, met school ook. Dan hadden we altijd of ik had zo'n stoeltje. Of toen ik ging altijd met iemand anders. Want dan was ik niet de enige die viel. Die trekte ik dan gewoon mee. Kijk, het is net of hij alleen naast mij ligt. Dat ik alleen een hoofd heb liggen. Dat mijn lijf weg. Ja, als je dat zo ligt. Wat dit oh nee, daar komt mijn schouders niet doen. Ik wil het niet. Maar goed. En we gaan nog heel veel video's opnemen. We gaan ook nog leuke video's hele villen. Nou joh, we gaan er heel veel video's opnemen. Ja, het zijn heel veel dingen in één video. Zo kan ik het beter zeggen. Oh, ik geel weer. Altijd als we aan het vloggen zijn, ga ik geel. Maar goed, dat is dus wat wij gaan doen vandaag. Ja. En tot zo. Ik ben ook erg benieuwd wat jullie gaan doen allemaal in het weekend. Dus laat dat ook even weten hier beneden in de comments. Want wij vinden die interactie altijd erg leuk, hè, met kijkers. Hè? Ja, dat ze dingen laten weten. Toch van wat jullie ervan denken. Precies, ja. En ook wat jullie gewoon allemaal doen. En vinden wij leuk. Dus laat even weten. Die is eigenlijk een heel vies kind. Weet je wat ze altijd doet? Moet je opletten. Het houdt er niet toe. Als ik de pest, dan likt ze altijd aan mij. Dan vind ik echt zo goor. En met oud en nieuw smaakt haar naar oliebollen. Het is oliebollen suikerspin. Omdat er... Wie had dat gedaan? Martijn. Had een halve pot poedersuiker naar haar gedaan. Je bent net Joep. Ook zo vies. Ja, maar Joep wou ook een keer aan de camera likken. Sowieso hoor. Altijd als ik dingen zit te pesten, dan gaan ze allemaal likken. Omdat ze weten ik dat heel vies vind. Ga weg! Smikkies. We gaan naar beneden. We gaan lekker eten. Nee! Verdamme! Ga weg met je vieze, zure tong, vieskie. We gaan naar beneden. We gaan lekker eten, ja? Ja. Eeuw. Smik. Moet ik nou weer gaan praten? We zijn lekker aan het ontbijten. En we hebben lekker thee. Tenminste, die van Dina staat denk ik nog in de keuken. Ja. Ik heb lekker thee met verse munt. En een limoentje erin. En gember. En dat heeft Dina ook. Maar die is de thee vergeten. Ik weet niet eens of ik het lekker vind. Je houdt de camera ook echt heel scheef. Je moet helemaal zo gaan zitten. Dat is goed voor je. Voor de logische, ik zie dat ik überhaupt voor jou zit te filmen, dat is wel heel aardig voor mij toch? Ja. Ja toch? Maar die heeft lekker een beschuitje met hagelslag. We gaan dus nu naar het park en met Joep toch? Ja, met Joep ook, die komt er nu aan. Voilà. En we gaan dus schaatsen. Dus, ja, twee mensen, we hebben, mijn moeder heeft schaatsen en Fabio en ik hebben schaatsen. Ja, echt. Ja, Fabio haalt liefst op zijn schoenen. Hè, Fabio? Ja. En ik wil die schaatsen dus. Maar jij vond het dat je valt. Nee. Ik vind het grappig schaatsen. Maar we gaan dus nu naar het park toe. En daarna gaan we naar mijn oma. Want dan gaan we... Friet eten. Ja, friet.
Nou, open je dan één keer aan naar welke open oma we gaan. We zijn nu in het Dwaalbos en Joep is ook mee. En daarachter gaan we dus schaatsen. Anja en Zoe zijn toch ook al geweest? Gaan we bij het ijs kijken. Ja, Anja en Zoe zijn toch ook al geweest? Volgens mij is daar iemand doorgezakt, want daar zat al echt een heel gat. Ja, maar er staan er wel heel veel mensen, dus benieuwd. Huh? Joep, wat is dat? Met mijn nieuwe patas. Kom, ga maar. Joep, wat is dat hè? Kom. Ja hoor, je mag wel op het ijs. Kijk hier. Schoen kan ik nog niet. Ik hou schoenen niet helemaal. Uit de blubber. Hoi! Hi! Het kraakt helemaal! Oh jee! Gaat die hond weg? Ja! Blijf staan. Doei! Zo, waarom word jij nou gewoon getild? Dus je één vieze blubzooi, kijk. Gadverdamme. Nou, dus. Zijn we net naar de schoenenwinkel geweest? Ja, ik ga niet schaatsen. Ik vind het veel te vieze zooi. Het is leuk! Ja? Goed zo, het is wel leuk ja, maar je zou iets moeten hebben dat je die bloemen niet zo hebt, hè? Ja. Het ziet ook super mooi uit. Kijk. Wij gaan dus nu naar mijn oma en zoals jullie net zagen heb ik nog heel even gegaan samen met Zoe en met, hoe heet het? Vera en Emmy, en die waren er ook. Dus, ja. En, we gaan zo naar mijn oma's. En ik heb hier al zin in heel graag patat eten. En, ja, honger. Ik ben nu bij opa. En oma. Oma loopt nu precies weg. Hoi. En, ja, ik had al verteld dat we patatjes gingen eten. En opa gaat zo bakken. Want opa is hier de patatjeskoning, hè, opa? Ja. Je bakt altijd de patat. Wij gaan lekker eten en dit heb ik. Ik heb delen. En ik heb kaas, kroket en patat. Ik heb heel erg honger, ik ga snel eten. Maar het is nog een beetje. Jongens, mijn oma heeft ook heerlijke taart gewonnen. Toch? Ja, dat heb ik gewonnen, ja. Dat kaartje. Dit is van Fabio, die hoeft niet zoveel. Dus als je denkt, wat is het lekker. Oma van Nes. Wij gaan dus. Mijn oma van Nes, dat vroeger ook zo'n ding. En ik had het zo, als ik dan weer ging. Is hij gek of is hij niet gek? Dat staat erop hoor. Staat het erop? Ja. Heb je er ook bij verteld waarom hij dat deed? Nou. Dat ja, dat staat hij te vertellen. Nou, ik was je al aan het filmen toen. Ja. Sorry mensen. Hoe is het? Helaas. Maar wij gaan dus weer naar huis. Roepen. Ik zette hem net aan en toen ging hij het vertellen. Zoals jullie zien is het wel donker, maar dat komt omdat ik thuis ben en het is al wat later. En mijn moeder zit ook er op de bank. Hallo. Hallo. En daar komt mijn vader binnen, want hij is goed bezig met de was. En ja, ik ga straks ook nog een filmpje kijken en daarna ga ik ook naar bed. Dus bedankt voor het kijken in deze video vlog. Doe nog even een blauw duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren. Doei!
Doei!